het journaal van Cecile de Mille, hè? Cecile de Mille? Van Cecile de Mille, met al die rampenfilms. Oh, die brand, de brand in Dordrecht. Ja. En die tanker en de grote tanker. Maar is dat nog geen reclame, vraag ik me wel eens af, Ari. Nou, je hoort steeds maar Smittak. Nee, dat is geen reclame, dat is Hollands glorie. Oh. He, dat is nationaal cultuurbezit. Ja, maar Smittak... Net zoals voetbal. Smittak heeft niks te maken met Greenpeace of zo. Wel, nee. Dat is niks. Maar ik wou dat ik erbij had gekund bij Smittak. He? Ja, destijds. Smittak. Bij Smittak. Smittak. Zo'n zeesleper. Met nee, maar... Pontje. Ik wou anders wel dat ik die tanker was. Zo. Wat zeg je nou? Wat zit je nou met de raaskallen, G? Dat jij die tanker was. Hoezo dat nou, jij die tanker was? Dan was ik niet gebroken. Hé, hou daar nou eens een keer over op, G. Nee, het is toch zeker zo? Nee, schijt daar nou toch eens een keer over uit. G hebt een klein ongelukje met zijn gebit gehad. Jij hebt een klein ongelukje gehad met mijn gebit. Nee, het zit dus zo dat G zet s'avonds zijn tanden op het nachtkastje tussen ons in het jaren. Glas. Al jaren. En ik heb daar gewoon een glas naast staan met enkel water. Maar omdat hij te zout gekookt had gisteravond, oh, de snijbonen waren veel te zout. Oh, die waren veel te zout. Kreeg ik nadorst midden in de nacht. En ik wou geen niet wakker maken, dus ik neem een slok uit het glas. En ik voel ineens iets kouds en iets hards, dus ik spuug het uit. Maar we hebben linoleum liggen, dus... Enfin, zo doen de... 40 jaar zitten ze erin, hoor. Geen centje pijn. En nou uitgerekend op carnaval. Was laat dat? Sinds wanneer doen wij aan carnaval? Wat doet dat nooit aan carnaval? Maar als je je binnen nou ook niet zo feestelijk voelt, dan blijft er heel weinig over, hè? Nou, je had best mee kunnen lopen trouwens, hè, in ik die stoet. Zag je dat? Als Methuselem. Als Methuselem, hadden de sociologisten dat je ook nog kunnen onderzoeken. Dat noemen ze ook studeren tegenwoordig. Om een beetje te gaan rondvragen in Poepenknorrendrom. Hoe heet het die stadjes? Met de kruikenzeikers. Poepenpissenscheid en kruikenzeikers. Dat is studeren tegenwoordig. Ben u kruik aan het zeiken, meneer? In pissenscheid? Dat is studeren. Je had best mee kunnen lopen als Methuselem. Maar wie is dat dan, Methuselem? Wie is Methuselem? Methuselem was de oprichter van Philips. Nou goed, van die duizendjarige gloeilampen. Weet je wel, Methuselem? Methuselem. Nee, doe je handen van je mond. Je bent net Methuselem. Nee, we hebben ook nog een beetje carnaval hier binnen. Nee, laat hem even zien. Ik doe dat niet zo flauw. Laat hem even kijken. Ik laat het aan mijn eigen broer. Kunnen we binnen ook nog een beetje lachen? Laat hem even kijken, joh. Ik laat het niet zien. Joh, laat hem even kijken. Nou, als je niet gaat lachen. Ik lach niet. Die holbroek is ook al geen lolbroek. Laat jij nu even kijken met carnaval hier binnen. Niet lachen. Ik lach niet. En niet schrikken. Laat het even zien. Laat even zien. 1, 2, 3. Oh, daar gaat mevrouw Van Dintel. Dag, mevrouw Van Dintel. Waar? Nee, mevrouw Van Dintel ging net langs, ja. Heb ze mij gezien? Ja, die zag je duidelijk. Doe de gordijnen toe, G. Zes! Ik doe de gordijnen toe! Als dat jonge vrouwtje van nummer 23 komt, die moet je helemaal niet zien natuurlijk. Mevrouw Van Dintel, die vind ik veel te leuk. Doe ze maar toe, de gordijnen, G. Ik zie helemaal geen mevrouw Van Dintel. Nee, ze dacht dat je aan carnaval... Ze dacht dat ze je masker al op had, G. Zes, mevrouw Van Dintel heb ik gezien. Zonder dat ik mijn blot struis. Lazen donderdag, jongens, in de krant een klein bericht. En daar zijn we al 3 dagen over bezig, want dat hebben we nooit. We weten niet wat we daarvan moeten vinden, nee. We komen er niet uit. Deze week werden de jaarcijfers van de grote multinationals gepubliceerd, Philips en Shell. Toen vonden we op een financiële pagina van de Telegraaf een bericht over de vooruitzichten van Polygram. Ja. Dochter van Philips in muziek en films. Ja, en dat ging vorig jaar niet zo goed met Polygram. Maar de Polygram-top zegt veel vertrouwen te hebben in de toekomst. En denkt een aantal sterke cd's uit te brengen, succesvol, van onder andere operaster Pavarotti, getiteld Pavarotti and Friends for the Children in Bosnia. Bosnië. Nou, dat is toch niet te geloven voor de kinderen in Bosnië. Schaamtelozer kan een multinational toch niet opereren? Ja, jij zegt... Ongelooflijk. Schaamteloos, maar ze doen dus wel iets voor de kinderen in Bosnië. Ach, nee. Polygram en Pavarotti. Wel, dat is mijn punt. Nee, wel. Ze doen iets. Dat staat er toch? Nee, ze doen iets voor de children in Bosnië. Voor de aandeelhouders van Polygram. Ja, maar ook voor de kinderen in Bosnië. Anders schrijven ze dat toch niet? Waarom maken wij bijvoorbeeld geen plaats voor de kinderen in Bosnië? Nou, ik zou me doodschamen. Dus dat kan niet. Dus iets doen voor de kinderen in Bosnië vind jij ethisch niet verantwoord. Dat is jouw punt. Iets doen voor de kinderen in Bosnië, maar niet op deze manier. Dus je mag niet zingen voor de kinderen in Bosnië.
Ja, je mag wel zingen, maar maak er geen plaat van. Ja, maar daar hebben de kinderen in Bosnië toch niks aan als jij staat te zingen in de badkamer. Ach joh. Of een mooie tekening voor ze maakt. Van de opbrengst van die cd van Pavarotti gaat toch geen cent naar de kinderen in Bosnië? Natuurlijk wel, anders zouden ze dat toch niet durven schrijven. Dat zou wel heel brutaal zijn. Daar kunnen ze toch op afgerekend worden? Dus Pavarotti en Friends voor de children in Bosnië. Waarom kan dat dan niet? Hé? We groeien uit elkaar, Kees. Sorry. Een maand na het faillissement van de musical Abe spelen de betrokkenen bij het voetbalkanaal een gewonnen miljardenwedstrijd. Maar in die dans rond het gouden voetbalkalf heeft zich op het laatste moment een nieuwe belangengroep gemengd die gisteren bijeenkwam in een Hilversumse snackbar. Op dit moment kan ik nog niks zeggen. We zijn in bespreking momenteel, hè? Sorry. Goedemiddag. Goedemorgen, heren. Van het goede leven. Vandaag eruit zien te komen, hè? Zal wel lukken. Kom goed. Nee, kom maar uit. Nou, en donderdag zijn een aantal topspelers bij elkaar gekomen. Heb je het gehoord? Heb je het gehoord? Ja, om te praten over de extra televisierechten. Ja, vind je het gek? Terecht, hè? Ja, ik heb uit betrouwbare bron dan. Dat de treinknechten morgen bij elkaar komen. De treinknechten? De treinknechten van de diverse stadions. Die terecht zeggen volgens mij, moet je luisteren. Ja. We willen best lijnen krijten voor de publieke omroep. Ja. Hè? Ja. Maar als de mensen ervoor moeten gaan kijken tegen de betaling van omgerekend een zak patat zonder, wat gezegd is door de mol, hè? Dan willen wij natuurlijk ook een logisch percentage hebben. Tuurlijk. Van het werk dat we erin steken. Dat heeft John de Mol gezegd. Die heeft gezegd, ja, de mensen kijken voor de prijs van een zak patat zonder. Dat is precies hoe hij zijn kijkerspubliek ziet, begrijp je wel? Ja. Dat zijn mensen die patat zonder eten. Ja. Dat is dezelfde arrogantie van die Ruding. Ja. Weet je, Ruding zei toch Tante Truus? Ja. 5 jaar terug had hij het over Tante Truus achter de geraniums. Oh, ja. En Ruding is de KPN. En de KPN zit ook weer in die deal. Dus zo grijpt het allemaal in elkaar, begrijp je wel? Ja, en wij worden verder over het hoofd gezien. Onbestaanbaar! Nee, Henk, onbestaanbaar. De belangrijkste mensen. De mensen die voor de sfeer zorgen. Die de wedstrijd levend halen. Ik dacht het wel. Dat zijn de mensen die elke week door wind en weer naar het stadion gaan. Alsof dat zo leuk is. Met gevaar voor eigen leven vaak. Vaak wel. Terwijl je vrouw thuis zit. Vaak wel. Dat is ook geen pretje voor die vrouw. Nee, natuurlijk. Dus wij zorgen wel. Wij zorgen wel voor de ambiance in het stadion. Ja, dat wordt vergeten. Dat wordt vergeten. Maar moedwillig wordt het vergeten. Dat vind ik het erger, weet je wel. Ja. Want een vol stadion, dat is leuk op de tv. Ja. He, dat is hoe voller het stadion is, des te leuker is het om thuis te kijken voor die prijs van die zak patat zonder. He, want dan is het stadion hartstikke uitverkocht. Denk je nou, goed dat ik kabel-tv heb, want ik had er toch niet ingekomen. Dus wie zorgt er voor die factor? Ja, we moeten bij de club zijn, bij onze eigen club. Die krijgen 2,9 miljoen, die clubs. Dat is helemaal niet. En dan moeten wij betalen. Als ze die wedstrijd verkopen. Betaal, aan die lefgozer van Hendrix krijgen ze 2,9 miljoen vanaf 17 augustus. Henk, wat doen ze ermee? Wat krijgen wij ervan? Wij eisen gratis toegang tot de wedstrijd. Precies. Dat om te beginnen, gratis toegang. Die Hendrix, hij doet het klap hoor, daar niet van. Maar ik vind net een ober die in een restaurant staat en net een Michelinster hebt gekregen. Ja. 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 He, met een hele hoge kop. Kom, mensen, we kunnen elkaar hierin vinden. Ja, uiteraard. Oké. Dan wou ik het zo voorstellen dat wij eisen in Brussel dat zolang de rechten, de auteursrechten en de uitzendrechten op onze hoofden, gewoon op onze lijfelijkheid, van de mensenrechten van de supporters niet zijn vastgelegd, is het ontoelaatbaar dat het publiek, het stadionpubliek, commercieel wordt geëxploiteerd door enige kabelmaatschappij. Ja, het moet harder, mensen. Veel harder. Dus ik zeg, vanaf volgende week, elke zondag, bij elke wedstrijd, zitten wij 2x3 kwartier te zwijgen. Nou, moet jij eens opletten. Ja. Niks dus. Niks. Kunnen we dat van de achterbank kwijt? Helemaal niks. Geen rellen. Ook geen IH-100. Geen IH-100. Niet zingen, geen beschilderde gezichten. Geen rellen. Niks. En ook als een goal valt, niks. Helemaal zwijgen als een graf. En moet je eens kijken hoe dat overkomt op tv. Zo'n doodstil stadion. Zeggen zich de pleuris. Dan leeft het niet het voetbal. Voor voetbal dankzij ons. Voor voetbal zonder publiek is geen televisiepubliek. Dat is geen televisieamusement. Begrijp je wel? Dus als we nou faxen aan Van Meert in Brussel, want die Van Meert die regelt het allemaal. Als we nou zeggen dat in Europa is het onmenselijk en commerciële uitbuiting, lijkende op de slavernij, dat als er op de televisie betaald voetbal is,
dat het niet kan zonder betaald publiek. Zo is het. Bravo. Bravo. Betaald voetbal? Oké. Okay. Dan ook betaald publiek. Zo is het. Op de buis, op de kabel. Van heel goed. Dat niet al die gasten dat in de zak steken. Dat fax ze maar van Meert. Nee, dat ga ik zelf brengen aan die van Meert. Op de motor. Vanmiddag nog. Yo, ik heb een fax. Ik heb een fax. Nee. Door als je een ongeluk krijgt. Oké. Okay. Ja, mooie. Oké. Okay. 69, 68, 70, 71. Nou goed, dat was die LP voor Bangladesh. Oh ja. Er waren nog platen. Ja. Zo'n schijf in een hoestel. Ja, van George Harrison en de Beatles. Voor Bangladesh. Ja. Die heb je toen toch ook gekocht? Grijs gedraaid. Ja, ook een goed doel. Ja. En die heeft Bangladesh er weer helemaal bovenop geholpen, die plaat. Ja. Want ik heb daarna nooit meer iets van Bangladesh gehoord. Ja. Dat kan aan mij liggen, maar het werkte wel. Ik voelde voor Bangladesh. Toen al nattigheid, hoor. En toen kreeg je daarna die Live Aid plaat van Bob Geldof. Die heb ik Live ook gekocht. Live Aid. Waar was die ook weer voor? Ja, waar was die voor? Wat was dat Live Aid? Was voor Afrika? Nou ja, voor de armoede van de hele wereld. Ja, dat was dus te breed. En dat is nou het goede van Polygram en Pavarotti. Ja. Die richten zich op een heel concreet doel. De kinderen in Bosnië. Dus als straks die cd Pavarotti and Friends for the Children in Bosnië in de winkel ligt. En jij loopt er langs en je koopt hem niet. Dan laat je de kinderen in Bosnië in de steek. En dat is het enige dat je voor ze kunt doen. Dat ding te kopen. Ik weiger mij door de heer Pavarotti een schuldcomplex aan te laten praten. Maar je hoeft hem ook niet te draaien als je hem maar koopt. Dat zal Polygrammazorg zijn als je hem maar koopt. Om daarmee onze economie draaiende te houden. En de wederopbouw van Bosnië mogelijk te maken. Ja, zodat ze daar over een tijdje Philips breedbeeldtelevisie kunnen krijgen. En magnetrons en elektrische bootmessen. Ja, stoomstrijkijzers. Elektrische muggendoders en al die flauwekul. Ja, maar hier hebben we toch de kern, hoor. Ik denk het ook. Dit is nou het neo-liberale kapitalisme. En dat doe ik gewoon niet aan mee. Nee, joh. Drop-out. Kent u voor je nog? Drop-out. Drop-out, drop-out, drop-out. Ik ben weer een drop-out. Oké. Okay. Zo. Peace. Ouderwetse. Hij heeft een hart van goud. Maar niemand wordt er wijzer van, hè? Wij gaan ervan uit dat het een maatschappelijk gegeven is. En wij zeggen, daar moet je met moderne onderwijskundige methoden op inspelen. Het is nog maar een half jaar geleden dat wij hier drie jongens naar huis moesten sturen wegens het roken van een stikkie. En dat is natuurlijk dweilen met de kraan open. Zeker na de IRT-enquête. Het gedoogbeleid, wij willen het met z'n allen als maatschappij. Het gedoogbeleid heeft ertoe geleid dat nu 21% van de leerlingen tussen de 14 en 17 jaar marihuana of hash rookt. En dat beïnvloedt natuurlijk ten zeerste het klassikale leertempo. Vandaar dat wij op deze HAVO-scholengemeenschap uitsluitend blowende leerlingen accepteren. Zodat die klassen weer op één level en één lijn komen te liggen. We noemen het ook weer gewoon heel ouderwets HBS, de Haaieren Burgerschool. Enfin, ik zou zeggen, komt u even mee, dan ziet u hoe dat in de praktijk toegaat. Leo, mogen we even een kijkje komen nemen? Dat is Leo van Gorssel, die doseert Nederlands. Mogen we even rondkijken? Kijk. Mijn toko is dan Nederlands, maar je geeft natuurlijk op die Haaieren Burgerschool veel meer dan dat ene pure vak. Dus ik was vandaag voor Nederlands met de kinderen bezig met koppelwerkwoorden. Bekend verhaal, blijken, lijken, schijnen, heten, dunken, voorkomen. Je noemt het rijtje op, er roept meteen iemand vandaar dunken. Hé, hey, Michael Jordan. Hè? Basketbal. Dus meteen die stonende associatie. Dunken. Hup, Michael Jordan. Dus dan spring je vandaar naar Jordanië, Midden-Oosten. Hè? Een ander roept dan weer, Magic Johnson. Nee, kijk, zeg ik, nee, jongens, op één spoor blijven nu. We zitten in Jordanië. Magic Johnson, ook basketbal, dus die roept dan weer, president Johnson, Vietnam. Maar dat is de kunst, dan moet je ze dus in die rails krijgen. Associëren mag, prima, maar op een gezamenlijk spoor blijven. Dus we zitten in het Midden-Oosten, dan heb je het over Israël, Palestina, de Arabische wereld. Een paar dingetjes erover, een ander zegt dan, waar is nou eigenlijk het Westen? Want dat heb je natuurlijk, hè, een beetje gedesoriënteerd in die klas, dan leg je nog een keer uit. Dit is het noorden, westen, oosten, zuiden. Oosten pakt weer iemand op die zegt, daag het in het oosten.
Voor mij oké, okay, is Nederland. Zeg ik oké, okay, het dagelijks in het oosten. Maar wat zijn de wijzen uit het oosten? Kasper, Melchior? Weten ze dat niet, hè? Dus dat is leuk, dan hou je ze even op dat spoor vast. En derde zegt, Egidius woe best toe bleven, heeft hij nog onthouden. Hadewieg, pik je dat stukje Nederlandse literatuur mee. Het oosten, de zon komt op in het oosten. De ozonlaag, roept er iemand, daar, linksachter. Heldra, Heldra roept dat. De ozonlaag, dan blijft Jaap daar hangen op laag. Die zit laag, 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 hoog, laag, hoog, haai, haai. Ik zei, nee, niet haai, jongens, we zijn heel erg nu. Laag, hoog, ozonlaag, wat is hoog? Parijs bijvoorbeeld, de Eiffeltoren, 321 meter hoog. Parijs, ah, papa, voor hun piep, hè. Ze zien net pas hun piep, dus dan krijg je het hele realisme en idealisme. Magritte kun je dan even erbij pikken. En zo spring je door die hele cultuur heen. Het is veel meer dan Nederlands. Dan weet een derde, Hans, die de hele tijd op zit te suffen, die roept ineens, Balthazar, de derde koning, de derde wijze uit het oosten. Dus dan kom je op Balthazar Gerards. Die vermoorde Willem van Oranje op 10 juli 1584. Je pakt het koningshuis mee. Je hebt het over het referendum dat niet mag gaan over het koningshuis. Dat is dat stukje aanhaken bij die actualiteit van de dag. En voor je het weet is het uur om. En dus het is ongelooflijk weer natuurlijk, zo'n heel verhaal. En verschrikkelijk vermoeiend, maar wel geweldig leuk. En dat hele reservoir dat anders ongebruikt blijft, dat komt stoom boven borrelen. Dus ik ga even liggen als je het goed vindt. Maar het was wel weer een krankzinnig uurtje. Alleen die multiple choice moeten ze 10 vragen hebben. Kijk, 3 is te weinig. Ja. Stoned associëren. Met multiple choice, bij die toetsen, moeten ze 10 mogelijkheden hebben. Daar hebben we het nog over. Lopen ze vast. Ja. Ja? Toetsysteem kunnen we zo heel anders invullen. Nee, ik ga even plat nu, hè. Dat is zo'n beetje een indruk van het stoned onderwijs. Roosters bijvoorbeeld hebben we hier helemaal niet. Het is allemaal nog in ontwikkeling. Het is een experiment. Ik zelf bijvoorbeeld geef wiskunde. Nou, dat gaat zo. Ik zet een getal op het bord. En ik wacht. Ik ga rustig zitten in mijn lokaal. En ik wacht tot er minimaal 5 leerlingen binnen zijn. En dan gaan we eens een uurtje trippen op dat getal. Ja, zo gaat dat. Minimaal 5. Het was een rustig weekje in Politiek Den Haag, dames en heren. De enige opschudding die in de gebouwen rond het Binnenhof viel waar te nemen, betrof een van de gebouwen zelf. Deze week was de herinrichting van het oude Tweede Kamergebouw te bewonderen. De beroemde groene bankjes, van waaruit decennia lang politieke strijd is gevoerd, zijn verdwenen. De voormalige balzeil heeft een uiterst moderne vormgeving gekregen. Er hangen voetbalvormige lichtelementen aan het plafond, zeer actueel, juist deze week. En er liggen tapijten als een kleurrijk bollenveld op de vloer. Ik ben gaan kijken, dames en heren, en ik kan u zeggen, het is werkelijk een feest voor de zintuigen. En als binnenkort in deze zeil buitenlandse delegaties worden ontvangen, dan kunnen we er trots op zijn dat dit progressieve imago door onze gasten mee naar huis wordt genomen. Het is in één woord prachtig. En dat dacht ik, staande in die nieuwe balzeil. Tot de heer Meiteman langskwam, Tweede Kamerlid van het CDA. En die zei er dit van. Ik moet u zeggen dat als ik er naar kijk, dan heb ik het gevoel dat er iemand bezig is om de Nederlandse historie te verstoren. Of bezig is om belastinggeld over de balk te gooien, ik weet het niet goed. Maar bij Cornelis was het zo dat ik het in het ontwerpstadium onder ogen kreeg en het toen kon tegenhouden. Nu is dat niet zo. Ik werd er pas mee geconfronteerd toen kamerpersoneel me bijna van de straat weggerukt en zei, meneer Maatman, moet u nou toch eens komen kijken wat er gebeurt. Toen zag ik het voor de eerste keer. Je houdt dit toch ook niet van mogelijk wat hier gebeurt. Ja hoor, daar horen we weer het bekende argument. Die moderne kunstenaars die doen maar van onze belastingcenten. Als het aan de heer Maatman ligt, dan dient elke kunstenaar zijn of haar idee te conformeren aan het bekrompen door en door burgerlijke gedachtegoed van de heer Maatman zelf. En als de heer Maatman het niks vindt, dan gaat het niet door. Zo heeft de heer Maatman alles een beeld van de beroemde kunstenaar Cornelis weten te torpederen. En mag ik de heer Maatman erop wijzen dat hij zijn domme gezwijtel op de televisie kan loslaten dankzij onze belastingcenten. Daar leeft de heer Maatman ook van. En mag ik de heer Maatman erop wijzen dat zijn
papzakkerige verschijning bepaald geen aangename indruk maakt, het is de heer Maarteman zelf die verbood moet worden. En die bril dateert uit het jaar nul, aan zijn kin hangt 2 kilo te veel en zijn fantasieloze streepjes overhemd en zijn duffe donkere blazer kunnen zo meegegeven worden aan het leger des heils. En als de heer Maarteman denkt dat hij met deze populistische prietpret een gooi kan doen naar het leiderschap van het CDA, dan hoop ik van harte dat hij van een koude kermis thuiskomt. Alhoewel, alles natuurlijk beter dan Pim Fortuyn. Dames en heren, goedenavond. Zeg Wim? Ja? Als de Stones nou een cd uitbrengen ten bate van de kinderen in Tsjetsjenië. Hè? De Stones? De Stones. Kinderen in Tsjetsjenië. Ja, dat is natuurlijk heel wat anders. Dank je. Hij houdt gewoon niet van Pavarotti. En dat heet dan politiek correct. Gelukkig bijna droog, hé, kom maar. Oh, die is gelukkig bijna droog. Hebben we alles wat we hebben moeten? Ja, we hebben alles wat we hebben. Ja, dat moet jij weer hebben. Maar heb je wat je hebben moet? Ja, kijk, alle twee. Goed. Goed, ja, het kan nog wel gelijmd worden. Ja, natuurlijk, dat is geen enkel probleem. Maar we gaan eerst gaan we brood voeren aan de eentjes. Want eerst dat doen we elke dag om de eentjes de winter door te helpen. Daarna gaan we naar de tandtechnicus. Daarna gaan we naar de tandtechnicus. Kom maar. Kom maar, dat geen gezicht best goed. Zo. Kunnen we niet vertonen. Nee. Ruim voert het woord. Kijk, het wordt alweer lente, G. Het wordt alweer lente. Zijn ook positieve dingen. Zie je dat het alweer lente wordt? Ja, maar ik moet eerst mijn tanden in mijn mond hebben. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Weet je wel, dat liedje van de radio? Oh, nou, dat zie je toch. Ik voelde in november al dat het weer lente zou worden. Ik wil ze eerst in mijn mond hebben, dan kan ik weer genieten. Ja. Pak de kruimeltjes bij, jongens. Zo, lekker, pak hem maar. Eigenlijk kan het helemaal niet op het puntje van huishoudbudget. Maar het zijn Gods kleine schepselen en die helpen wij de winter door met de boterham elke dag uit onze eigen mond gespaard. Pak ze maar lekker. Juist, pak hem maar lekker de kruimeltjes. Zou ik een kruimeltje gooien, geef? Nee, nou niet. Nou, ga ik mijn broer een kruimeltje. Dan komt nee, dat doet dan niet zo in de put. Doet dan niet zo in de put, geef. De tandtechniek is lijmt dat weer op elkaar en dan ben je weer helemaal het heertje. Gooi jij nou ook een kruimeltje? Maar, want ze kennen jou ook. Eén stukje dan, één stukje dan. Kijk, dan krijgen jullie brood van geef. Ja, pak hem maar lekker. Hè? Gooit hij zijn gebit op het ijs? Juist. Slim, de tanden liggen op het ijs. Ik moet erop. Niet op het ijs. Nee. Dan schijt er helemaal doorheen, idioot dat je bent. Dat ben ik mijn hele gebit kwijt. Mijn bovengebit is kwijt. Slept er morgen een snoek rond met de tanden van geen temmis in zijn bek. Het vrouwtje vast naar voren. Hoe kom je nou zo stom, geest? Jezus, wat doen we dan? Er was een mannetje, dat was niet wijs. Dat gooide zijn tanden op het ijs. Moet je kijken. Dan moet je gaan wachten tot het helemaal dichtvries. Ga er maar naast zitten op een klapstoeltje. Of dat het gaat doden. Want dan ben je ze helemaal kwijt. God allemachtig. Hoe kan je nou zo stom zijn? Ik weet niet, ik glijd zo uit mijn handen. Kom maar mee naar de tandtechnicus. Daar zie je toch geen gezicht. Er liggen mijn tanden op het ijs. Ja, dat ben je het bed. Anders had hij het kunnen lijmen. Nee, jij moet het woord doen. Ja, zeg jij zelf maar. Nee, jij moet het zeggen. Nou, wij hadden het alleen lang en nooit een centje pijn, hè, G? Nee, ik had het nou, ik had het vanaf 1955 zo'n beetje. In een vast glas stond het s'avonds. Zat wel een beetje aan de losse kant, maar toen ineens, ja. Goed, ja. Ineens, en ik slik het in. Weg is het. Nou ja, het is gewoon weg dus. Dus hebben het ingeslikt, zullen we maar zeggen. Dus ik moet een nieuwe bovenkant kijk, hebben. Kijk, dat dus. Komt er wel weer uit, maar dat is niet zo fris om het dan weer in je mond te doen natuurlijk. Hè. Nee. Dus hij heeft een nieuwe bovenkant. Onder is nog goed. Onder is nogal goed. En we zijn in het ziekenfonds. We zijn in het ziekenfonds. Dus dat wordt moeilijk. Hoezo? Dat moet gewoon zelf betaald worden. Sinds zit niet meer in het. Sinds 1 januari. Wat kost dat dan? 600 gulden. Jezus. Voor alleen de bovenkant 600 gulden? Alleen de bovenkant, ja. Dus het heel gebit is 1200 gulden en dat moet je zelf betalen? Moet je zelf betalen? Zelf betalen. Dat is niet meer in het ziekenfonds, die tanden? Nee, dat is helemaal dat hebben we niet. Dus goedkoper dan 600 gulden kan hij geen boventanden meer krijgen? Nee, dat lukt niet. Ga eens uit die stoel, moet u kijken. Hij is altijd een snoeper geweest, ik niet zo. Kijk die tanden van mij, hè. Dit zijn nog echt, hè. Dat ziet er nog goed uit. Moet je luisteren. Als je naar bij mij op de hoeken, want zoveel lachen we niet, want zoveel hebben we niet te lachen. Als je bij mij er nou een paar uithaalt en die zet je op een bovengebit voor mijn broer. Ja, want 600 gulden is... Dan loop je allebei verschut. Lopen we allebei verschut. Ja, maar 600 gulden hebben we dus ook niet.
Ik ga nooit meer naar buiten. Ik kom met die vertoonde buiten. Ik blijf voor altijd binnen. Gaat het een beetje gek? Gaat moeilijk hoor. Hé? Gaat het zachter, dat gaat wel. Nou, doe maar voorzichtig aan, joh. Ik zou je wel afsoffen, hè? Je krijgt geen krachtpeppen. Nee, nou doe maar rustig aan. Maak je maar niet druk. Nee. Geef de grootste moeilijkheid, de eenvoudigste tompoet al. Nou, dan word ik. Moet ik een heel jaar. Moet ik op pap en soep leven? Nee, joh, dat komt wel goed. Jawel, zo lang duurt het voordat we met nieuwe boventanden bij elkaar hebben gespaard. Nee, Gij. 600 gulden, daar kun je 2 stofzuigers voor kopen. Nee, Gij, ik lees hier in de Trouw dat het misschien allemaal nog goed komt, want jouw gebit dat moet nog door de Tweede Kamer, Gij. Oh nee, ik ga de deur niet meer uit. Nee, dat kan niet meer. Luister nou even, kijk, de VVD is het er niet mee eens dat er hogere inkomens zijn die meer aan de eigen bijdrage betalen dan de lagere inkomens. Moet je nagaan, dat wil de VVD niet. En iedereen wordt hartstikke ziek van die linschoten. Hè? Maar zelf mankeert dat pak zure karnemelk nooit wat. Dat. Maar Oudkerk, dat is een PvdA-kamerlid, en die is zelf een dokter, die zegt dat die harde garanties wil dat de laag betaalde inkomens zichtbaar worden gecompenseerd in hun eigen bijdrage. Dus er is nog een kans. Die wil, hè, want als er iets zichtbaar is, dan is het jouw bovengebit. Dat is toch zichtbaar? Nee, dat is nou juist onzichtbaar. Ja. Omdat ik van jou de eindjes moest voeren. Ja, nee, maar dus toch onzichtbaar. Dus heb je de kans dat het zichtbaar wordt gecompenseerd. Oh. En zolang het nou nog niet zo is, dan dacht ik dat we, kijk, dan kunnen we zo doen, weet je wel, die maakt de moeder altijd, gij, weet je nog? Hey? Dan doe je deze zo lang in. Oh ja. Dan zien de buren als ze langslopen niet dat er een klein ongelukje is gebeurd. Oh ja, dat ging dan zo. Doe je dat lekker in. Zo, zie je? Dan ben je weer helemaal het heertje voor de mensen die langs het raam lopen. Maar het is toch wel erg, hè? Want het wordt elke dag, jaar in jaar uit, wordt het erger voor ons soort mensen. Hè? Dat we al jaren op een houtje moeten bijten. Ja, dat is waar. Ja, steeds meer. Op een houtje bijten. En zelfs dat kan geen niet meer.